We zijn hier in het natuurmonument Duin en Kruidberg. En ik ga zo dadelijk op bezoek in de hal van de stilte. De hal van de rust en de duisternis. Maar vooral de hal van die vertederende wezentjes die de helft van hun leven op hun kop doorbrengen. Achter die deur en achter dat slot bereiden ze zich voor op de koude winter die komen gaat. Dit is een bunker uit de Tweede Wereldoorlog die onderdak biedt aan tientallen vleermuizen. Vaak verblijven vleermuizen in holle bomen, kerktorens of kastelen. Maar ook deze naargeestige oorlogsbunker wordt door hen zeer gewaardeerd als winterverblijf. Hier hangen ze, met die hele kleine nageltjes vastgeklamd aan haast onzichtbare uitsteekseltjes van de muur of het plafond. Ik zou zo niet durven gaan slapen. Tijdens de winterslaap kan de hartslag van de vleermuis dalen tot 1 slag in de 5 minuten. Die winterslaap duurt niet onafgebroken de hele winter. Soms wordt zo'n vleermuis wakker, dan likt hij wat druppeltjes condenswater van zijn pels. Hij vliegt wat rond, hij zoekt een nieuw plekje en dan dommelt hij weer in. Kijk, dit noemen ze nou enge, griezelige en gevaarlijke beesten. Maar als ik ze zo hier zie hangen, zo knusjes met z'n tweeën en zo zoetjes slapend, dan denk ik alleen maar, slaap, vleermuis, slaap. Daar buiten loopt een schaap met witte voetjes. En als je dan met knipperende ogen in het felle licht buiten komt en je ziet dit prachtige panorama voor je en in je hoofd nog steeds dat beeld van die broze, slapende, vertederende beestjes, dan weet je één ding zeker. Enge dieren bestaan niet in Nederland en ook niet in de wijde, fantastische wereld.
Wilt u ons natuurbehoud steunen? Word dan lid van Natuurmonumenten door overmaking van 35 gulden op Giro 9933 ten name van Natuurmonumenten in 's Gravenland.